We moeten naar een circulaire economie. Afval bestaat dan niet meer en grondstoffen worden voortdurend hergebruikt. In deze korte film gaan we op ontdekkingsreis door Flevoland op zoek naar circulaire bedrijven en stellen ons voor hoe dit er in 2030 uit zou kunnen zien. We gaan eerst op bezoek bij Sirwin in Almere, waar bijzonder beton wordt geproduceerd. Bouwen met beton en ook nog werken aan een circulaire samenleving. Kan dat? Voor ons is circulair ondernemen normaal. Het wordt bijna DNA. Maar je komt wel zaken tegen die in de reguliere processen niet zitten. Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Maar de productie ervan is belastend voor het milieu. Wereldwijd wordt circa 7% CO2-uitstoot veroorzaakt door cementproductie. En dat moet anders, dachten ze bij Sirwin. Deze betoncentrale die hier staat, die staat nergens in Nederland. En die wasser die we hier achter zien staan, die puinscheidingsinstallatie, die staat nergens in Europa. Dat is een eigen ontwikkeling tussen mensen van onze aandeelhouders en een machinefabriek, waarbij we volledig de proces zo hebben gemaakt dat we alles 100% kunnen recyclen. Sirwin staat voor circulair winnen. Gebruikt beton krijgt hier een nieuw leven. Nou, het productieproces is bijzonder omdat wij hier technieken toepassen die wij elders nog niet in Nederland gebeuren. Zo hebben wij een betonfabriek met zonnepanelen, restenergie, energiebesparing vanuit frequentieregelaars en 100% waterrecycling. Wij willen al onze processen zoveel mogelijk 100% circulair maken. En dat gebeurt onder meer in deze wasinstallatie. Oud beton wordt eerst klein gemaakt, dan wordt het gezeefd en geschrobd en de grondstoffen worden van elkaar gescheiden. Dit is onze puinwasinstallatie. Hiermee zijn wij in staat om zeg maar, betonpuin 100% te recyclen. Hier lopen dus twee assen doorheen met schoepraderen erop die zeg maar, het puin daadwerkelijk schoonwassen. Hier zeven we dus twee grindsoorten uit elkaar. Het grove materiaal gaat door de grote gaten heen en het fijne materiaal gaat door de kleine gaten heen. Nou, hier zie je dan het slip wat overblijft na het wasproces, wat we samen persen tot ruim 80% droge stof. En dit wordt droog en dat gaan we dan vermalen en dat wordt dan vulstof in plaats van cement. Na de grote zeef- en wasbeurt rollen twee grindsoorten en twee soorten zand van de lopende band. Dit betonzand is zo schoon door onze wastechniek dat we het absoluut kunnen hergebruiken in onze eigen betoncentrale. Dit is de fijne zandsoort, ook deze gebruiken wij in processen. En ook hierin zit geen andere vervuiling, zit geen schelpje in, zit geen steentje in, helemaal niets. Dit is het grind wat wij maken als grind vervangen voor in de beton. En ook hierin zit geen vervuiling door het wasproces. Dus dit is een materiaal wat wij noemen 416. Dat wil zeggen dat het tussen de 4 en de 16 mm is. En vervolgens monsteren wij het in de monsterhoopjes om te voldoen aan de certificatieplicht. Zodat het grind ook volledig gecertificeerd is als product voor in de betonproductie. En uiteindelijk volgt het eindproduct. Nieuw beton dat is geproduceerd met grondstoffen van oud beton. Nou, hier zie je de bunkers van onze betoncentrale. Je kan ook zien dat wij 6 bunkers hebben in plaats van 3. Normale centrales hebben 3. Maar wij hebben er 3 extra omdat we hier het gerecyclede product kunnen splitsen in de bunker. Dus in bunker 1 zit het gerecyclede grind. 2 en 3 zijn de grindsoorten die bij ons gebracht worden door derden vanuit grindgroeves. 4 is het gekochte soort zand en 5 en 6 zijn de recyclebare zandsoorten die wij maken met onze wasinstallatie. Verspilling zal je hier niet snel vinden. Zelfs het cement dat over is, dat niet wordt vervoerd naar nieuwbouwprojecten, krijgt een bestemming. Dus er wordt niets weggegooid. We gebruiken het gelijk voor de productie van onze blokken. Als het beton begint uit te harden, rijden we de mal door naar de volgende stap en dan komen deze blokken eruit. En deze blokken worden gemaakt voor erfafscheiding of opslagvakken om materialen in op te slaan. Het beton van Sirwin bestaat voor minimaal 30% uit gerecycled materiaal. Wij kunnen al tot 100% gerecyclebaar materiaal erin toevoegen. Alleen dat heeft te maken met de afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dus wettelijk is het 30%, maar we kunnen al hoger. Inmiddels worden op de Floriade bruggen gebouwd met beton dat afkomstig is van Sirwin. En circulair ondernemen kan zelfs nog beter. Producten hergebruiken is mooi, maar producten hergebruiken die uit de buurt komen is nog mooier.
Wij vinden dat je met producten niet heel het land door moet slepen. Dus je moet producten, afvalstoffen die vrijkomen in de omgeving. En dan praten wij over een maximale straal van 30 kilometer rondom het gebied waar je zit. Hergebruiken en vervolgens weer toepassen als product in de regio. Dus de producten komen hier. Vindt geen grote afstandtransporten voor de productie plaats totdat wij zeg maar gerecycled product hebben. Vervolgens passen we die direct toe in de betoncentrale. En de afzet vindt ook weer in een kleine straal rondom zeg maar Almere en Flevoland plaats. Hoe ziet de wereld er in 2030 uit? Alle grondstoffen die vrijkomen tijdens de sloop of renovatie worden regionaal hergebruikt in nieuwe bruggen, wegen en viaducten. Maar hoe zit het met de bouw van woningen? Is het mogelijk om een huis circulair te bouwen? We gaan naar Emmeloord, hoofdplaats van de gemeente Noordoostpolder. De klokken van de Poldertoren verwelkomen bezoekers. En woningbouw wordt hier naar een hoger plan getild. Tony Mol van Startblok kan zijn gevoel van trots nauwelijks onderdrukken. Haal die smile van je gezicht, want ja... We zijn hier in de Startblokwoning en ik zal een korte rondleiding geven van wat hier allemaal te zien is. De keuken is hier op de begane grond. De keuken wordt in de assemblage geïnstalleerd. Tony en zijn team ontwikkelden in Emmeloord een revolutionaire manier van woningbouw. Maar eigenlijk mag je het helemaal geen woningbouw noemen. Bij Startblok bouwen we niet meer, we assembleren. We hebben stiekem bij autofabrikanten gekeken hoe zij dat doen. En wat wij doen, wij stellen panelen van hout samen tot een casco woning. Die wordt overeind gezet. En in 6 dagen, in verschillende productiestadia, worden alle componenten in die woning geplaatst. Van keuken, tot installaties over 3 verdiepingen, tot een badkamer, tot de inrichting van een slaapkamer als dat nodig is. Toilet, alles erop en eraan. En aan het einde van dat proces wordt hij teruggekanteld op een platform waar een dieplader onder kan rijden en de vrachtwagen neemt hem mee naar de bouwlocatie. De woning is verdeeld over 3 woonlagen. En op de eerste verdieping bevindt zich de woonkamer. Met 12 vierkante meter, een hele prettige ruimte waar je ook alle voorzieningen kan houden. 3 woonlagen dus, samen 50 vierkante meter en alles erop en eraan. Het wordt allemaal op 1 locatie in Emmeloord in elkaar gezet. Deze woningen komen als panelen aan vanuit Oostenrijk. Die worden in elkaar gezet, die panelen, tot een ark als het ware. Een woning die op zijn rug ligt, dan wordt die overeind gekanteld. En dan kun je achter mij zo meekijken in het productieproces. En wat daar gebeurt, is dat die woning op een voertuig langs de bordessen wordt geleid. Waar op iedere afdeling, in ieder werkbordes, worden daar de componenten aangebracht. Het is totaal anders dan de traditionele woningbouw. Binnen een week wordt hier een houten huis gebouwd dat ook nog eens circulair is. Hout is in hoge mate circulair omdat het oneindig toegepast kan blijven worden in andere vormen. Maar ook alle componenten die wij aan die woning toevoegen, die zijn op zijn minst recyclebaar of upcyclebaar tot in heel hoge mate. Dus dat betekent dat alles wat wij aan die woning toevoegen, dat dat een nieuw leven kan krijgen met zelfs meerwaarde. En als het goed is, bespaar je aan het eind van de rit ook kosten, waardoor de totale woning ook goedkoper gebouwd kan worden. En over alle onderdelen van de woning is nagedacht. Zo zijn de steenstrips te hergebruiken en is de isolatie van recycled materiaal. De eigenaar van dit huis krijgt een zogenaamd materialenpaspoort mee. Het materialenpaspoort wat wij bij de woning leveren legt het DNA van begin tot het eind van de woning vast. Dus de bronbestanddelen, de oorspronkelijke producten zoals wij ze toepassen, worden ergens vastgelegd waar ze ooit tot stand kwamen. Tot het moment dat de woning ergens ooit een eindbewerking ondergaat en wellicht als een ander product een nieuw leven krijgt. Alles in die tussenliggende tijd wordt in dat paspoort vastgelegd. En op de 2e verdieping bevindt zich hier de badkamer en de slaapkamer aan deze kant. Startblok is een innovatief bedrijf en innoveren betekent ook pionieren. En daarbij kan de onderneming hulp van de politiek en provincie goed gebruiken. We hebben niet alle kennis en alle wijsheid in eigen huis. En wat wij nodig hebben is een proactieve provincie die zegt,
Wij verbinden ons aan die innovatieve bedrijven. Wij stimuleren circulair ondernemen. Wij funden soms innovatieprojecten. En dat is een begin. En vervolgens is het zaak dat wij alles wat gebundeld wordt aan kennis en ervaring, wat hier terechtkomt, dat de provincie daar soms ook een leidende positie inneemt en zegt, wij willen als provincie ook voorop blijven lopen in die innovatie en slagkracht. En ook het onderwijs kan niet om innovatieve en circulaire bedrijven zoals Startblok heen. Wat wij nodig hebben is dat mensen ook worden opgeleid hier straks in company. Dus dat betekent dat wij ook een faciliteit willen zijn voor opleidingen om hier een deel van de opleiding in de praktijk ook te geven met mentoren, coaches, leermeesters of hoe je het maar noemen wil. Tony Mol en zijn team vonden in Flevoland de inspiratie. Het is bevlogenheid om woningbouw met innovatie een beetje op zijn kop te zetten. Er is nog steeds tussen de dijken een pioniersgeest. We zien hier dat vanuit alle windstreken in heel Flevoland komt kennis en komt innovatiekracht samen. En er kan hier heel onconventioneel gedacht worden. Waarom? Omdat het gewoon in de geest van de polders zit. Wij zijn ooit vanuit alle provinciën in de polder samengekomen. En dat is ook dat geeft slagkracht. Je moet het met elkaar redden. En dat is ook wat je hier binnen Startblok weer tot stand ziet komen. Alleen nog maar circulair bouwen in 2030. Het geldt voor alle huizen en gebouwen. Dat is het streven van de provincie Flevoland. Naar een circulaire economie, waar op nieuwe wijze wordt gebouwd en gewerkt, vraagt ook vernieuwend onderwijs. Dat beseft de provincie Flevoland zich maar al te goed. We gaan naar Lelystad. Het Practoraat CRE maakt circulair denken en doen onderdeel van het onderwijs. Ook tijdens de COVID-periode is dit mogelijk, dankzij online lesgeven en lessen in kleine groepen. Goedemorgen. Ja. Goed dat jullie er zijn. Het Practoraat Circulair Regionale Economie staat eigenlijk voor de samenwerking tussen het HBO, de lectoraten, het bedrijfsleven en de overheid speelt daar ook een rol in. Om uiteindelijk een goede leerlijn neer te zetten tussen de HBO'ers, MBO'ers en de VO ook. Zodat die studenten mee kunnen denken aan problemen die bedrijven nu hebben of uitdagingen om in de transitie een betere en schonere wereld te maken. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. We gaan het weer over duurzaamheid hebben. Het Practoraat werkt het liefste met alle opleidingen en zelfs met kinderopvang samen. Dat proberen we ook te doen. Maar de grote spelers waar we mee samenwerken in het onderwijs zijn het HBO en dan in het bijzonder Windesheim en Eres in Almere. En ook het VO hier in Lelystad. En dat zijn we aan het uitbreiden de komende jaren. Want wat we willen is eigenlijk dat we als provincie echt een circulaire uitstraling krijgen. Dat doen we niet alleen op onderwijs, maar op andere gebieden ook. Maar wat betreft onderwijs in het bijzonder vinden wij dat we daarin samen moeten werken. Want het gaat echt over ketenvorming en dat gaat dus ook over ketenvorming in het onderwijs. Maar hoe belangrijk vinden jongeren duurzaamheid? Wij zijn erachter gekomen dat de studenten echt er wel voor openstaan. Dat was voor ons ook even een vraag in het begin. We zijn 2 jaar geleden hiermee begonnen. Maar toen zagen we ook al met alle klimaatprotesten van de jeugd dat het absoluut van belang is. Ik zit natuurlijk een bouwkundeopleiding en daar ga je steeds meer te maken krijgen met circulariteit, ook in de toekomst van het bouwen. Gaat dat een heel belangrijk aspect worden, zeker omdat de bouw een hele vervuilende industrie is zoals die nu is. En het is heel mooi om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En zij zijn natuurlijk wel degelijk benieuwd hoe de wereld, de toekomst van hun eruit gaat zien. Ja, en dat vinden ze belangrijk. En zij willen ook in een schone wereld en in een goede wereld leven. Toekomstplannen zijn ook plannen. En soms is er nu geen ruimte voor of moet je 30 jaar... Studenten worden nu klaargestoomd om straks circulair te denken op de werkvloer. Het wordt tijdens de stage in de praktijk gebracht. En daar profiteren de stagebedrijven ook weer van. Ik krijg ook de opdracht mee om te kijken hoe circulair is mijn stagebedrijf. Ja, en dat betekent dat alle leerlingen op dat bedrijf gaan kijken hoe circulair is dat bedrijf. Ja, en dat is natuurlijk een versnelling, want daarmee krijgt een bedrijf ieder jaar te horen hoe circulair die is. Dat kan een feest van herkenning zijn of dat kan weer iets zijn waar ze aan kunnen gaan werken. En voor de leerling betekent dat ze aan het leren zijn, want ze maken een reflectie naar het bedrijfsleven waar ze ook in gaan werken. En in het bijzonder op de stageplek waar ze ook stage lopen. Eigenlijk misschien een beetje als... Ik wil ook architect worden en dat moet je wel kunnen ontwerpen. En dan moet je wel ook met die duurzame producten en kijken wat voor invloed dat heeft. Bijvoorbeeld misschien moet dat dikker of moet dat dunner.
En dan moet je daar weer kijken of in de omgeving hoe dat nou weer zit. We hebben gekozen voor de R tussen de CE, de circulaire regionale economie. Hier in de regio hebben we heel veel landbouw, maar je koopt toch je tomaten bij de Albert Heijn, waar het zakje staat Spanje. En waarom haal je dat niet gelijk hier uit de regio? Nou, zo kan je allerlei voorbeelden zien en is het ook denk ik van belang dat we grondstoffen niet alleen uit afval kunnen halen, maar dat we dat wel uit de regio ook gaan halen. Omdat daarmee verbind je ook de regionale bedrijfsleven makkelijker met het onderwijs, maar eigenlijk met elkaar. En dat is ook wat echt bedoeld wordt met die ketenvorming. En die zijn heel groot, de onderdelen zijn ook heel groot. Ik doe de ICT en we krijgen les in duurzaamheid in het beroep. Wij recyclen wel zeg maar dingen, dus als wij het niet meer gebruiken, zoals geheugenkaartjes, dan gooien wij het wel in een speciale prullenbak weg. We krijgen nu bijvoorbeeld elke week 1,5 uur les van duurzaamheid. Maar ik denk wel dat het ook tussen de lessen door in andere vakken ook wel ter sprake kan komen. Dat het ook echt opvalt bij de leerlingen. De jeugd heeft de toekomst. Een gevleugelde uitspraak die in Flevoland concreet wordt gemaakt. De circulaire droom inspireert het onderwijs en de ondernemer. Ja, wij denken dat het onderwijs van de toekomst natuurlijk inhoudt dat de student goed voorbereid is op een duurzame wereld, dat hij daarin mee kan bewegen. Dat er dus ook veel samengewerkt gaat worden met de wat hogere opleidingen. Dus dat er ook een samenwerking is tussen studenten en dat die meedenken met bedrijven. En daarmee is het dus niet meer zo dat wij als onderwijs kijken naar het bedrijfsleven en vragen wat moeten wij doen om de juiste werknemer op te leiden. Maar vooral ook samen fouten durven maken. Dus proberen te onderzoeken, te leren, te prutsen naar een circulaire regionale economie. In 2030 werken bedrijven en onderwijs samen. Scholieren en studenten in Flevoland begrijpen wat circulariteit is. En ze helpen de bedrijven hiermee. Waardoor circulaire activiteiten nog verder groeien. Urk, groot geworden dankzij de visserij. Ooit een thuishaven in de Zuiderzee en nu nog altijd een plaats met een bloeiende visverwerkingsindustrie. Maar het is ook een kweekvijver voor een bedrijf dat beautyproducten produceert. Wat hebben die twee bedrijfstakken met elkaar gemeen? Die combinatie is inderdaad vreemd, want je denkt aan vis, denk je al snel aan een geur of een bepaalde smaak. En dat past in principe bij de meeste mensen niet echt bij een beautyproduct. Maar het tegenovergestelde laten wij wel zien. Want bij Variavis dachten ze, onze reststromen met waardevolle stoffen kunnen hoogwaardiger worden ingezet. De huid van vis bevat namelijk collageen. Een stof die een weldadige werking kan hebben en wordt toegepast in beautyproducten. Het Urkse bedrijf bedacht een unieke manier om het collageen uit de huid van een vis te halen. Het zogenaamde extraheren. Het meest bijzondere aan ons eindproduct is de manier van extraheren. Ja, het extractieproces wat wij doen, dat is gepatenteerd. Doen wij geen zuren of chemicaliën of verhitting op die reststroom. En dan krijg je natuurlijk, 100% natuurlijk eindresultaat. En dat is dus natief collageen. Dat werkt eigenlijk zo goed. Dat hebben wij dus in het verleden natuurlijk gezien met testen en op onszelf. En de groep werd steeds groter. Dat wij wel durven te zeggen dat het hetzelfde, zo niet beter product is. Het is gewoon een complete manier van omdenken. Het is dus een heel ander product. Het valt allemaal onder noemen collageen, maar toch eigenlijk weer anders. En dat maakt ons uniek. Restafval van Variavis krijgt een totaal nieuw leven bij de beautyproducten van Skin for Skin. Het is een mooi voorbeeld van innovatief en circulair ondernemen in Flevoland. En als ik dan zie dat het uiteindelijk dan toch lukt en dat je uiteindelijk hele mooie producten kan maken met als basis het viscollageen wat uit de huiden van de wildgevangen Noordzeevis gehaald wordt, denk ik dat dat weer een hele mooie stap is voor Urk. Dat je laat zien, het is niet alleen maar die arbeid om dat visfiletje te krijgen, maar dat je ook kan zeggen van dit kan er ook van gemaakt worden uiteindelijk. Dus ja, ik denk dat het een hele mooie aanvulling is voor de visindustrie. Ik ben wel heel trots op het feit dat het vanuit het moederbedrijf komt, waar dat van mijn familie is, dus ik ben er heel blij mee en trots op natuurlijk dat dat gelukt is. Dus uiteindelijk naar het eindproduct toe is mijn afdeling. Maar ik vind het wel heel mooi dat we dat circulair hebben kunnen doen samen met het moederbedrijf. Hier in dit stukje Flevoland zit visvangst en visverwerking in het DNA. Dit is een plaats gemaakt door vissers. En dit is ook een plek van innovatie.
dankzij een steuntje in de rug van de provincie. Ja, de provincie helpt daar gewoon heel goed in mee om te kijken van welke subsidie past bij die beoogde groei die je wil behalen. En als je dat gewoon goed kan aantonen van ja, dit is ons doel, dit heb ik ervoor nodig om te bereiken, dan is de provincie gewoon heel erg welwillend en help je gewoon altijd waar het nodig is. Dat is al vanaf het begin natuurlijk zo geweest, daarna met het opstarten van echt het bedrijf Skin for Skin. Ontzettend belangrijk voor bepaalde expertises die wij nog niet binnen ons team hadden, maar die je toch nodig hebt om het bedrijf te laten groeien. Hè? En als je kan laten zien en aantoont dat het nodig is om te groeien, dan is de provincie gewoon heel behulpzaam daarin. Steun om innovatief ondernemen mogelijk te maken. Ook bij een oeroude bedrijfstak waar nog altijd vernieuwende toekomstdromen zijn. Mijn droom voor de toekomst is dat wij met ons bedrijf, het moederbedrijf Variavis, natuurlijk 100% van onze reststroom kunnen gaan verwerken. En zover zijn we nog niet. Ik denk dat dat wel het uiteindelijke doel is. Voedingsresten hergebruiken, dus geen afval bij voedselproductie. In een circulaire economie moeten alle sectoren innovatief produceren. De provincie Flevoland heeft dat doel voor ogen. Voor de productie van dat kipfiletje op uw bord zullen boeren ook vernieuwend gaan ondernemen. We komen aan bij biologisch landbouwbedrijf Oranjehoen in Zwifterband. Dit leeft. Hier gebeurt van alles in je stal. Dat is gewoon prachtig. Wanneer Johan Leenders tussen de kuikens loopt, mag je hem gerust een gelukkige boer noemen. 17.000 hennetjes en haantjes scharrelen hier door het stro. Ja, ik vind het mooi om te zien. Net zo'n 7 kontjes vind ik gewoon prachtig om te zien dat ze daar allemaal lekker naast elkaar staan te eten en te doen. En ik vind het leuk als je ze ineens zo ziet fladderen, zo weg ziet rennen. Dat kan ik wel van genieten. Oranjehoen is een traag groeiend pluimveeras dat opgroeit onder ideale omstandigheden. En dit is ook een voorbeeld van circulaire landbouw in Flevoland. Want pluimveehouderij en omliggende akkerbouw werken hier samen. Deze boerderij is circulair omdat wij hier de afkeur van de akkerbouw proberen te voeren aan de kippen zoveel mogelijk. En ook hetgene wat overblijft van de kippen, de mest, weer willen hergebruiken bij de akkerbouw. En zo probeer je hetgene wat eigenlijk niks is of niks waard is, toch weer tot waarde te brengen aan de andere kant van de boerderij. En dat maakt het circulair. Je reststromen als het ware toch weer tot waarde brengen binnen je eigen bedrijf. Dat is wat het hier circulair maakt. Het is 4 weken later. De vleeskippen zijn flink gegroeid, mede dankzij de gewassen die groeien rondom het bedrijf. En de nabijgelegen akkers worden weer gevoed met kippenmest. En antibiotica komt er hier niet in. Ik vergelijk hem altijd met sport. En dan zeggen die reguliere kip is een topsporter. Die moet presteren, presteren, presteren. En dit is een recreant. Die is een beetje aan het vlieren, fluiten door de hele tijd. Die hoeft niet gepoest te worden. Hij krijgt nog extra rijk eten met meer kruiden en groenten. Dus daar wordt hij nog gezonder van. Ja, die komt heel gezond hier de tijd door. En dan heb je een kip die inderdaad geen antibiotica nodig heeft. Nooit niet. Dit is het oranjehoenvoer met daarin het kernvoer, wat dus door de diëtist is samengesteld voor de kippen. Maar daaroverheen ook de kruiden en de groenten. Met hier bijvoorbeeld de wortel, hier een rode biet en nog wat extra kruiden. En zodoende heb je toch een manier gevonden om die afgekeurde of die restproducten daarvan weer te kunnen verwerken hier in deze stal, deze kippen. Pluimveehouderij en akkerbouw voeden elkaar bij wijze van spreken. Het is een innovatieve manier om een boerenbedrijf te runnen, aangemoedigd door de provincie Flevoland. Wij waren natuurlijk al een poosje bezig. We hadden wel een idee van dat wat we aan het doen zijn, dat wel ongeveer klopte. Alleen met hun konden we de onderbouwing eronder leggen. We wisten toen van oké, we doen het op deze manier, maar het klopt ook. En dat we het zo uitrekenen, dat klopt. En de certificaten en alles, dat konden we toen ineens een fundering leggen onder wat we aan het doen waren. Dus dat heeft ons wel echt geholpen vorig jaar.
Voor de circulariteit was dit een heel eind onze droom. Wij wilden heel graag die synergie tussen die twee takken werkelijkheid zien te maken. Wat wij verder als droom hebben is om de restproducten van onze afnemers, dus van een crisp of van een boerschap of van een in ieder geval de supermarkt, zeg maar, daar ook nog weer de reststroom weer van terug te nemen en dat weer te kunnen voeren aan onze kippen. En zo ook voor hun een stukje voedselverspilling tegen te kunnen gaan. Dat is waar we nu heel druk mee bezig zijn om van de grond te krijgen. Hij trad in de voetsporen van zijn ouders en grootouders. Ze bouwden een mooi boerenbedrijf in de zeeklei. En nu zet hij de volgende stap. De stap naar circulaire landbouw. Nou, ik word hier hartstikke gelukkig van, ja. We zijn een heel mooi pad ingeslagen met z'n allen. En het is een prachtige omgeving. We krijgen hier best wel goed de ruimte om toch te ondernemen en een mooi bedrijf neer te kunnen zetten. Dus nee, ik zou niet graag ergens anders willen zitten. En ik ben heel blij dat ik hier op deze boerderij het voort mag zetten, als het ware. Daar word ik wel gelukkig van, ja. Agrarische bedrijven die zelfvoorzienend zijn en die nauw samenwerken met toeleveringsbedrijven en afnemers. In een circulaire economie gaan producenten en consumenten hand in hand. Ze vormen een cirkel. Het is de samenleving die de provincie Flevoland in 2030 graag ziet. Werken aan een circulaire toekomst. Het wordt werkelijkheid wanneer je grensoverschrijdend denkt. Hoe een circulaire ondernemer uit Lelystad uitgroeit tot een wereldspeler. Hartelijk welkom in Lelystad bij onze fabriek die we in 2009 voor het eerst zijn opgestart voor het recyclen van matrassen. Inmiddels hebben we 4 van deze fabrieken in Nederland. We doen 1 miljoen matrassen. En dat impliceert eigenlijk dat we deze fabriek waar we nu staan in Lelystad alweer aan een revisie toe zijn. We hebben veel geleerd over wat datgene wat dus nog verbeterd kan worden. En dat gaan we ook hier in Lelystad toepassen. En daarom worden we uitgenodigd om een kijkje te nemen in een van de andere vestigingen van Retour Matras. Die in Alphen aan de Rijn. Loop maar even mee. Wij kunnen een matras recyclen in tijd van 50 seconden. En dat kan eigenlijk helemaal niemand op de hele wereld niet. De zaken bij Retour Matras gaan goed. Maar daar ging wel heel wat bloed, zweet en tranen aan vooraf. Het heeft 8 jaar geduurd eerdat wij dus zeg maar een financieel sluitende begroting konden krijgen voor het recyclen van matrassen. Want onze grote concurrent was de verbrandingsoven, waar het met een andere huisvuil werd mee verbrand. Bij ons kost het recyclen nu €300 per ton, hè, terwijl het verbranden dus rond de €100 per ton liep. Vervolgens hebben wij zeg maar aan de wetgever gevraagd om een wet dusdanig in elkaar te steken, zodat het verbranden stopgezet zou worden en het hergebruik, het circulair hergebruik, dus bevorderd zou worden. Circulair ondernemen is dus dankzij wetgeving mogelijk gemaakt. Matrassen mogen niet meer de verbrandingsoven in. Hier komen de matrassen binnen. Vervolgens worden ze dus met een machine de zwaardere matrassen de machinaal opgelegd. En dan gaat het automatisch. Dan gaan de matrassen naar de ontmantelingsmachine. Maar welke materialen uit een gebruikt matras zijn eigenlijk van waarde? We hebben 4 stromen die vrijkomen. En dat is polyurethaan, dat is de grootste stroom. We hebben latex. Dan hebben we pocketsferen, dat is staal met een pocket, een jasje eroverheen van kunststof. Dat moet van elkaar verwijderd worden, daarom schredderen we dat materiaal en blazen dus het kunststof eraf. Daarnaast hebben we de tijk, de textiele omhulsel, wat verwerkt wordt tot vilt en meer hersponhoor. En hier worden de pocketsferen eruit gehaald. En dat is en blijft voorlopig handwerk, omdat het 2 totaal verschillende materialen. Polyurethaan gaat verder naar de repensnijder en de pocketveren worden hier naar de schredder gebracht en wordt dat geschud. Van de 1,6 miljoen matrassen die jaarlijks worden weggegooid, belandt 1 miljoen bij Retour Matras. Van het materiaal uit die matrassen krijgt 85% een nieuw leven. Zo wordt aan het versnipperde schuim lijm toegevoegd en wordt het geperst tot rollen. Het materiaal komt uit de mixer. Dat gaat dus de cilinder in. Daar wordt hij op densiteit geperst. Vervolgens, als hij op densiteit staat,
wordt er 150 graden stoom erin geblazen. En dan krijgen we deze cilinders eruit die straks naar de pelrol gaan. En het bonded foam, ofwel vlokkenschuim, wordt op gewenste maat gesneden. Het is klaar voor gebruik. Ja, bonded foam is het materiaal dat direct herkenbaar is onder laminaat, onder vloerbedekking. Het is als geluidsdempend materiaal. Het is een hele goede isolator tussen wanden. Het wordt als shockpad gebruikt onder kinderspeelplaatstegels. Het heeft diverse mogelijkheden, zowel door het verende karakter als door het geluidsdempende karakter. Circulair ondernemen is hier een succesverhaal. IKEA is inmiddels voor 1/3 mede-eigenaar van Retour Matras. En in Lelystad is er ruimte gereserveerd voor iets heel bijzonders. Van datgene wat we nu aan het bouwen zijn in Lelystad, daar kunnen we dus nieuwe matrassen van maken, omdat we het terugbrengen, het polyurethaan, dus het foam, de vulling van een matras, omdat dat ooit is gemaakt van polyol. Daar is het van opgeblazen naar foam. En dat gaan we nu weer, op zijn Hollands gezegd, kraken en weer terugbrengen naar olie, dus naar polyol. Daar kunnen we weer nieuwe matrassen van maken. Van oude matrassen nieuwe matrassen maken. In Lelystad wordt gewerkt aan een wereldprimeur. 71 jaar is Nanna Viole. Veel mensen van zijn leeftijd zijn al met pensioen. Maar bij Nanna houdt werken aan een circulaire samenleving niet op. Ik denk dat de retourmatras hoge ogen gaat gooien Europees. We hebben op het ogenblik zo'n 15 landen in Europa alleen al die geïnteresseerd zijn om ons systeem over te gaan nemen. En ook is er belangstelling uit Amerika en uit Canada en die dus al daar wat handmatig met matrassen recyclen ook over willen gaan door op dit automatische systeem. Het jaar 2030. Flevoland wil dan grondstoffenleverancier zijn voor de circulaire economie in en buiten de provincie. Door circulair ondernemen een kans te geven, door grensoverschrijdend te denken en door de vleugels uit te slaan, kan dat worden gerealiseerd.